Yo, guys van kanaal, ik ben Remco, wel de vierde van deze aflevering van Nederland Nabouwen, aflevering 78, na de intro gaan we weer verder in de zomer van Remco zijn passie. De zomer van Remco zijn passie. En mensen, geen zorgen, die intro wordt nog aangepast, want die week uit het nieuws, dat bestaat niet meer. Droom van de Visten, ja, dat is natuurlijk nog de vraag of dat dan terugkomt, maar ik denk het zelf eerlijk gezegd niet. Dus twee series die worden gaan verdwijnen en dan komen leukere series voor in de plaats. Ja, dat deed ik wel, breed de week door het nieuws natuurlijk, een serie over het nieuws van de week. En natuurlijk, een drogere vister, ja, dat ik denk dat het ook stopt op het kanaal. Ik heb al de laatste keer een video over gemaakt over wat jullie willen hebben op het kanaal. En er komt iets nieuws voor in de plaats. Binnenkort meer informatie erover. Volgens mij heb ik dat ooit al een keer gezegd in de video. Nee, nog niet. Misschien, ja, komt al binnenkort, dat hoor je binnenkort allemaal. Asamauki is ook online, zie ik toevallig. En vandaag gaan wij weer deze snelweg maken. Ja, de vorige aflevering waren we in Frenchit. Ligt 5 kilometer hier vandaan eigenlijk, vanuit Droomruip naar Vraneke. Waar het planetarium zit van... De mooiste planetarium van de wereld, de oudste planetarium van de wereld, zit daar. Dat is wel echt een wereld tentoonstelling, denk ik. Ik denk dat ik het zo kan noemen. Maar ja, voor veel mensen is het vakantie, zomervakantie. Ja, heerlijk man, lekker man. Heerlijk. Voor mij, één dagje werken. Morgen. Morgen dan zit het erop. Dan heb ik 3 weken vakantie. Ja. En daar ben ik wel echt aan toe. Ja, ik ben er wel echt aan toe. Even 3 weken, even eruit. Even niet aan werk denken, niet aan... gewoon niet aan denken, gewoon dat. Ja. En dan in een week vanaf... dus al lang nog... 19 augustus moet ik weer voor de baas klaarstaan. Maar het duurt nog heel lang. Dan is de zomer ook al bijna... Nou, de zomervakantie voor veel mensen is dan ook weer bijna voorbij. Voor de mensen die willen weten wanneer begint weer de officiële planning op dit YouTube-kanaal. 2 september begint de officiële planning op dit YouTube-kanaal. Dan is alle series weer terug die je elk jaar ziet in deze periode. Die je in die periode van het jaar ziet. Met ook vernieuwde series. En vernieuwde intro's. Waarschijnlijk. Dat is nog wel de bedoeling. Ik wil misschien binnenkort een intro maken voor deze serie. Voor Nederland Nabouwen. Omdat deze serie zo populair is. Wil ik misschien ooit een intro van maken. Maar dat komt binnenkort allemaal wel. Dat wordt pas vanaf september dat je dat pas gaat zien. Want dan, ja, dan begint het nieuwe seizoen weer. En dan ja, begint alles weer. Beginnen scholen, alles. Ja. Een soort van zomerstop hebben wij veel series. En wat in het net. Breek de week door het nieuws. De VT van Remco. En dat soort dingen. Ja, de Breek de week door het nieuws is al sinds mei al niet meer op mijn kanaal geweest. En andere series. Wat in het net sinds 2 weken geleden of zoiets. Ongeveer. Dan gaat de tijd ook hard uit. Hol niet normaal. De tijd vliegt voorbij. Voordat ik het weet is het, ja, kerst. Ik moet er echt mee ophouden, want ik zeg het ook iedere keer op het werk en iedereen wordt er helemaal gek van. Trouwens, ik weet niet hoe lang ik dit moet doen, maar ik doe het gewoon willekeurig. En dan zien we het later wel, hoe ver ik eigenlijk had moeten gaan. Dit maak ik even goed, zo. Ik vind het zo raar dat al die gaten hierin zitten. Dat vind ik echt zo irritant soms. Ja. Maar goed. Dan vullen we het wel even op. Normaal
Ik heb zelf al een tijd niet meer een gaming video op dit YouTube kanaal gemaakt, omdat de laatste tijd in mijn hoofd alleen maar over de sportzomer ging. Maar ja, de sportzomer zit er natuurlijk bijna. Ja, Nederland is uitgeschakeld op voor jullie is het al lang oud nieuws, maar voor mij is dat heel kort nieuws. Dat 10 juli zijn ze uitgeschakeld volgens mij. Ja, 10 juli zijn ze uitgeschakeld door de Engelanders, zoals we weten. Helaas. Maar gelukkig begin morgen de Olympische Spelen. Ja, daar heb ik wel veel zin in. Trouwens, ik bedenk me nu iets. Nee, ik hoef geen oud te zijn. Even zien. Klopt wel. Sorry. Ja. Ik moest even wat controleren. Dat moet je soms ook wel eens doen. Dan denk je van, klopt dat wel? Maar eigenlijk zit er in principe momenteel eigenlijk geen spot, echt spot in het deze week in het nieuws eigenlijk. Want ja, morgen begint natuurlijk de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. En dan begint de Olympische Spelen. En dan zit er eigenlijk de spot zomer er eigenlijk weer op. Ja. Dan moeten we ja, volgend jaar weer wachten tot er weer een ja, sportzomer is. Tour de France en EK van de vrouwen. Ja. Geen Olympische Spelen, geen mannen EK. Dan die week dan die jaar daarvoor, daarop hebben we het WK voetbal voor de mannen en die jaar daarop. Dat is heel lang, dat is 2027 volgens mij. Volgens mij het Europese kampioenschap voor de vrouwen. En daarna, 2028, hebben we weer de Europese kampioenschap voor de mannen. Ja. En zo gaat het rijtje door. Volgens mij is dat zo een beetje die planning, ik weet niet zeker. Maar ja, het is elk jaar eigenlijk überhaupt gewoon een spot voetbal-element in de zomer. Dat is altijd zo. Elk jaar. En nu hebben we is het extra bijzonder, want we hebben mannen EK, Olympische Spelen en de Tour de France. Ja. Nou, dit is zo mooi. En ja, na een of andere aflevering gaan we verder. Bedankt voor het kijken. Ik zie jou volgende week weer met een nieuwe aflevering van deze serie. En ik hoop dat je dan weer kijkt. Tot volgende week. Vrijdag. Want volgende week donderdag is er geen aflevering. Is Remco Soraya Olympische Spelen. Waarschijnlijk. Ik weet nog niet zeker. Want ja, ik ben zelf ook op vakantie. En ja, ik weet niet of internet is in het vakantiehuisje. Dus moet ik even zien. Ik zie jou in principe volgende week. Dan wel gewoon met de aflevering van Nederland. Daar wel. Dan gaat het gewoon door. Tot volgende week. Joe. De zomer van Remco en Bas.